Ja, in een oude textielfabriek in Tilburg zit de Batala Nederland. Het eerste publieke optreden was tijdens de T-parade in 2010, waarna het avontuur voor de drumband begon. Batala is meer dan een percussieband. Ze kent 1300 leden of, zoals ze het zelf zeggen, familieleden over de hele wereld. Pa, 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 pa. Vol passie leidt Mark Hofhuis de Batala Band in Tilburg. Batala is te vergelijken met een percussieband, maar toch is het even net wat anders. Wij maken de originele, traditionele samba reggae muziek uit Salvador, uit Bahia, Brazilië. Tweeënhalf jaar geleden begon Mark Hofhuis aan dit avontuur. Ondertussen is het een uit de hand gelopen hobby. Er wordt ook zijn vrouw meegesleept in het Batala-verhaal. We hebben daar wel wat voor moeten doen. Ik ben samen met mijn vrouw op audiëntie geweest, zullen we maar zeggen, in Parijs. We zijn daar geweest te praten om te kijken wat de mogelijkheden waren. Uiteindelijk zijn ze vanuit Brazilië naar Tilburg gekomen. Hebben bij ons een workshop gegeven en uiteindelijk hebben we groen licht gekregen. Het is bijna fulltime bijgeworden. Ja, het is in ieder geval naast mijn baan. Is het wel fulltime. Ik ben er eigenlijk elke dag mee bezig. Mijn jongens vinden het heel erg leuk en mijn dochter die heeft af en toe wel zoiets van, nou mam, je mag wel iets meer thuis zijn. Het is topsport. Ja, het is hard werken, veel onthouden, maar ja, het is uitdaging. Batala Nederland is onderdeel van een grote Batala-familie, opgericht in 1997 door Djiba Gonçalves. Geboren en getogen in Salvador, Brazilië. Djiba gaf Batala een gezicht. Onze kleding komt uit Brazilië, onze trommels komen uit Brazilië. Onze muziek wordt geschreven door Djiba Gonçalves. Dat is onze meester die de muziek schrijft. Dat is een hart en nieren Braziliaan. Djiba is ook nu nog de grote leider en houdt alle bands over de hele wereld in de gaten. Hij is toch wel een beetje onze guru. Ja. Ja, we zijn wel erg blij en trots op wat hij neergezet heeft. Dit pak is eigenlijk ons paspoort om over de hele wereld te kunnen spelen. De hoogtepunt van Batala El Mundo, dus de wereldwijd gezien, spelen we elk jaar tijdens het Notting Hill Carnaval in Londen. Het is gewoon één familie. Dus het komt allemaal voor elkaar op. Het is één groep. Als er iets is, het is niet alleen trommelen, maar het is alles wat er omheen komt. Alle mensen, als er... verhalen zijn, dan delen we dat allemaal met elkaar. En dat maakt Batala.